Zo gaan Dilara en Jesmeri vanochtend vol goede moed op pad. En zo ziet hun eigen filmpje eruit. Ze bellen aan bij iemand in de buurt die ze tot vandaag nog nooit gesproken hadden. Hallo. Hallo, ik ben Dilara. En wij komen u vandaag interviewen. Ja, dat had ik al begrepen. Het eerste slachtoffer is Jurrie Wijn. Hij woont al 72 jaar aan de Kwartelweg en zit vol verhalen. Maar ja, hoe krijg je die verhalen te horen? Wat is uw voornaam? Jurrie. Oké. Okay. Waar ging de vraag eigenlijk zoal over? Ja, over van alles en nog wat. De dingen dus dat je dus in huis doet met muziek en zo. Alleen lukte dat niet zo erg. Maar toen maar. Het was heel erg leuk, maar het was ook heel spannend. Wat was er zo spannend? Nou, je moest vragen bedenken en je kende ze niet echt heel goed, maar het was wel leuk. Door het project komen de kinderen meer in contact met andere buurtbewoners. En het geeft ze de kans om met camera's en microfoons te oefenen. Wij merken dat sommige kinderen bijvoorbeeld in de klas die verlegen lijken te zijn, die je in de klas niet zo heel vaak hoort. En je geeft ze een microfoon, je geeft ze een podium en ze durven ineens alles te vragen en ze blijken hele goede interviewers te zijn. In mei is de première. Dan krijgt iedereen een kijkje in het leven van de buurman van Dilara en Jesmeri.